De collectie van het museum komt voor een groot deel uit de privéverzamelingen van motor- en TT-liefhebbers uit de buurt. Dirk Wekema uit Grollo is bijvoorbeeld de trotse bezitter van een Norton Manx uit 1954. Ik heb hem thuis in de hal staan. Ja. En hier moeten ze uiteraard ook zuinig op zijn. En daar ga ik wel vanuit. Vroeger in die jaren was hij heel goed, omdat hij een frame die eigenlijk bijna niet was te benaderen qua wegligging. En daarom zijn deze motoren zo goed. Barry Sheen, de wereldkampioen 500cc van 1976 en 1979, is de grote held van Johan de Vries uit Rolde. Een groot deel van zijn verzameling staat ook in het pop-up museum. Toen hij wereldkampioen was, zo was ik een jaar of 16, 17. En als je dan de sport mooi vindt en je begint dat een beetje te volgen, ja, dan ben je natuurlijk voor de wereldkampioen 500cc. Dat is de ultieme hero. Hè? En ook zijn hele levensstijl, zo, dat sprak me ook enorm aan. Want hoe was die levensstijl? Nou, dat was in de voor die tijd nogal een beetje ruig, zeg maar. Seks, drugs en rock and roll, laten we maar zeggen. Mooi stuk wat ik in de verzameling heb, vind ik zo, die kuip die hier hangt. En dat is een originele kuip van de motorfiets van hem. Dus dat heeft hij daadwerkelijk om de motor had. En die heb ik ooit een keer op de kop kunnen tikken met een gelukje op Marktplaats, wat ik je vertelde. Dus en dat vind ik echt een prachtig mooi stuk. Helemaal compleet is hij, origineel. Het museum werd vandaag officieel geopend door de directeur van het TT-circuit, Peter Oosterbaan. Ook hij hoopt dat er na dit pop-up museum er snel een permanente plek komt voor deze collectie. Ja, dat is natuurlijk super. En dat zou als Drenthe en de TT denk ik ook verdienen. Maar ik zou bijna zeggen, laat het hier maar staan als de inbrengers van de collectie dat goed vinden. Want dat ziet er hier top uit.